Ja, waarbij natuurlijk wel komt dat wij zijn een kleine partij, moeten we heel eerlijk in zijn. Ik heb maar heel weinig medewerkers, we hebben op dit moment maar één zetel in de Kamer. En dan moet je opboksen tegen grote partijen, ik ga geen namen noemen, maar dat zijn wel partijen die hebben 30, 40 medewerkers. En als ik vandaag rondloop hier in Amsterdam, dan loop ik er in mijn uppie. En dan zijn er geen mensen die de pers op afstand houden. En ja, dan kan er wel eens een keer iets fout gaan. Maar ik schaam me daar geen moer voor. Want ik ben er om te knokken voor die achterban. Die ouderen hebben een stem nodig. Ik ben inderdaad het oudste lid in de Tweede Kamer. Dat zegt heel veel. En een jonge generatie, die gun ik het van ganse harte. Maar die hebben heel veel partijen die voor hun belangen opkomen. En die oudere groep is vergeten. Mag er dan één iemand in de Kamer zitten die zegt, ik knok voor jullie. Maar het lijkt ook wel alsof het niet gegund wordt. Hè? Want als je nou kijkt naar, als je naar de cijfers kijkt. Hij heeft één zetel en hij heeft het naar 10. Hè? Dat was, ja. De peiling waren 10 zetels. Ja, als je kijkt naar de peilingen, grafieken hebben we daarvan gemaakt naar hoe de peilingen lopen. Ja, en dat is ook Nederland, hè? Want kijk, gaat het goed. Het was op een gegeven moment naar 10 en dan op 8 zetels. Ja. En dan zie je dat een aantal dingen gebeurt. En dan na 50 plus accepteert het lager AOW, had u gezegd. Nou ja, dat was een fout. Je ziet dat er een lagere peiling is. En iedereen weet ook dat niet kan. Hè? Het zou toch onmogelijk zijn dat de Partij van de Dieren ineens ging pleiten voor het ritueel slachten. Wij zijn juist de partij die vinden dat die AOW omhoog moet. En niet een klein beetje, maar flink omhoog. En dat de pensioenen gewoon weer geïndexeerd kunnen maar worden. Maar eigenlijk waar wij als pers misschien kijken naar het daalt, zeggen jullie, ja, hallo, we stijgen nog steeds. Nou ja, luister, we zijn nu op 1 zetel. En in de laatste peilingen die dan even wat minder waren, zijn we teruggezakt naar 6. Maar vandaag zie je dat die opgaande beweging weer gewoon in gang is gezet. We stijgen weer. Nou, bent u niet alleen vandaag hier, want Leonie Sazes is ook hier. En helaas, Leonie, vandaag slecht nieuws in de Telegraaf te lezen over jou. Darmkanker is geconstateerd. Maar je bent toch hier om ook campagne te voeren, denk ik? Nou, vooral om Henk te ondersteunen. Want ik heb me heel boos gemaakt over de manier waarop het met Henk is omgegaan de afgelopen tijd. En dank Rutger, dank Jan-Jaap. Dat is zo onterecht, want hij heeft inderdaad van een eenmansfractie dat toch omhoog gestuurd. Als enige heeft hij zich de afgelopen 4 jaar keihard ingezet. Maar ik voor denk die wel ouderen. Dat als jij thuis zit en je hoort de uitgeleiders die gemaakt worden door Henk, want die zijn wel gemaakt, dat jij dan ook denkt, oh nee. Ja, maar er is veel meer, weet je. Het is Henk, maar het is ook de framing. De framing van waar wij voor de ouderen, waar wij ons voor inzetten. Als Henk bij Nieuwsuur zit, dan achter staat er een grote foto van een paar ouderen met een golftas. Weet je, alsof 1% van de oudere golf. Alsof dat zeg maar, dat de mensen zijn waar wij het voor doen. En alsof de ouderen alleen maar rijk zijn, alsof wij alleen maar graaien van de jongeren. Dat is de framing die voortdurend gebeurt. Terwijl wij het juist willen opnemen voor ouderen die met alleen AOW, met een klein pensioentje. We willen het opnemen voor de zorg, tegen de afbraak van de zorg. Dat zij straks ook nog kunnen profiteren van de voorzieningen en van een goede oude dag.